wordt wel spannend. Hoor een dubbel trommel. Wat gaat er worden? Mooie vis, dat zeker. Ja, sowieso een vis. Nou, daar komen de bubbels op. Dat zijn grote bubbels. Dat, Mooi start. Oh, dat is een mooie jongen. Godverdrie, wat een prachtige vis. Godverdrie. Is hij groter of kleiner dan die van jou? Oei, oei, oei. Nou, het is duidelijk. Meer dan twee. Ja, ik weet het. Tegen de tweede, of niet? 2 meter 1. Tot nu toe ligt de vis nog gewoon boven op de bodem. En hebben we nog geen beweging. Trek maar iets harder. Ja? Ja, ja. Alles trekken. Kijk zo, ja. En nou weer naar beneden draaien. Heel mooi. Ah. Nou ja, we hadden hem 10 centimeter van de bodem afgetrokken. En ja, je ziet wat het resultaat is. Okay, rustig aan, je hebt echt de hele dag. Dus rustig aan omhoog trekken. Dan proberen hem op dit niveau te houden. Inderdaad, nu rustig weer draaien. En nou kijken dat hij dan niet ontsnapt. Kijk, nou pomp je hem weer een klein beetje omhoog. Kijk, zo gaat hij goed. En dan gaan we zo opmeten. En hij is precies 2 meter. Echt? Ja. Nee, dit is geen 2 meter. Ja. Hij is wel dik. De laatste 10 meter. Oké, hoe groot is de vis? 3,85. Het begin van het ijzertje. Zo graag ik ook zou willen. Ja. Hij is 1 meter 92. Ja, ja, kijk. Even hoor, dat is een portret van.
verder omhoog trekken die hengel. Wist je nog? Dan deed je afremmen. Ach, jezus. Nou, we misschien nog een bootje zijn. Je gaat hem binnen een paar seconden onder controle krijgen of je zit met mij weer in de boot? Ga maar weer naar het puntje van de boot. Heel mooi, dankjewel. Nou begint de drill weer. Het gaat weer verder. Oké, niet te ver omhoog. Heel mooi. Stop maar nog een keer. Zo. Ja. Denk ik net niet. Wel. Jij mag het zeggen. Kijk. Gewoon netjes zo eroverheen leggen. En hij is 1,99. Nou, dat meen je niet. Zullen we het bootje ingaan? Ik denk het wel, ja. Dat is makkelijk. Ik ga nu draaien. Ja. En als je dan helemaal weer naar de punt kan lopen. Wacht. Hij is er al vlakbij. Dat was 10 meter. Hij was bodempie. Je krijgt er echt amper. Ja, het is wel gewicht hoor. Maar er komen wel kleine luchtbelletjes op. Dan kan je het heel rustig omhoog pompen, heel mooi. Er staat de kracht op, dat is niet normaal. Nee. Maar het is wel een 2 meter. Als er geen 2 meter is, dan weet ik het niet meer. Worden gewoon meegetrokken overal naartoe. Ik zie het ja. Zo. Ik ga heel even de motor starten, want we zitten in andere lijnen. We zitten in die andere lijnen. Kijk, die vis kan sturen.
Wow. Nou, we hebben hem nu voor de eerste keer gezien. Hij nam weer een sprint naar beneden. Hij heeft zeker 3 meter, 4 meter lijn genomen. Kijk, luchtbellen. Wauw, wat een vis. Ja. En nu strak trekken. Moet je strak trekken? Ja. Hij is... 1,34 meter 34. Of 2 meter 34. 2,34.